1994 tot 2001 de functie van hoofd jeugdopleiding. Aansluitend werd hij hoofdtrainer in Doetinchem. We hebben Jurrie leren kennen als een integer mens en een ware liefhebber van het voetbalspel. Hij was een graag geziene gast en laat een grote leegte achter. Wij wensen Monique, Wesley en Dean en alle naasten veel sterkte met het zware verlies. We vragen u om 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Jurrie.